Goedemiddag en goedenavond, toeschouwers. Welkom bij de opvoering van Appelparadijs. Een laat-middeleeuwse rederijkersklucht van ongeveer 45 minuten. Die bewerkt is door Roel Boks. En waarvan het decor en de poppen zijn gemaakt door Herman van Elteren. De opvoering door het Middeleeuws Genootschap Monnikendam is ter gelegenheid van de overzichtsentoonstelling van Herman van Elteren in het museum De Speeltoren. Ik wens u een prettige voorstelling. Het is verschrikkelijk. Een ware rampspoed is ons beiden overkomen. Ons beiden? Ja. Maar vertel toch, manneman. Pakweg een uur geleden wisten we hier beiden nog niet van. Ik zal het je vertellen. Maar hou je vast. Zet je schrap voor dit grote verdriet. Oh. Nou, toe dan. Door al dat gejammer van je weet ik het immers steeds nog niet. Onze geit is zojuist verdronken. Verdronken? Onze geit? Ja, ze is verdronken. Ze leeft niet meer. Net als onze jonge koe. Begrijp je nu mijn jammer en klagen? O God, wat moet het met ons arm gezin naartoe? O hemel. Verdronken onze geit? Mijn hart staat bijna stil. Geen geit, geen melk. Waarom dit onheil? Zijn we voor het ongeluk geboren? O Heer, de hemelsmachten. Bid wat je wilt. En zeer zeker ben ik bereid om, als het even kan, om het lot dat jullie vandaag overkwam, hier ter plekke te gaan verzachten. O machtige Heer, ik bid dat onze appelboom niet alleen in de zomer, maar ook in de winter vruchten zal dragen. Ja, en dat voordeel voor ons, dat zal menige voorbijgaan met afgunst doen verbazen. Het is daarom, Heer, dat ik u vraag, ja, bij wijze van voorzorgsmaatregel, stel dat iemand ongevraagd ons fruit neemt, Heer, alsjeblieft, dan mag hij Deo Volente, als de Heer het wil, zonder mijn uitdrukkelijke toestemming, de boom niet meer uit. Deze bede klinkt niet verkeerd, is vanuit een onrechte redelijkheid geboren. Wel nu, ik zal om jullie wil deze bijzondere wens onmiddellijk verhoren. Dank u, God, dank u. Heer, zijn geprezen. Dank u, Heer. Is God? Waar is God ineens gebleven? Poepoe. Op deze tak zitten wij als twee tortelduifjes op één nest. Die appel best. Best, of wat moet ik overheerlijk zeggen? Wat een heerlijkheid! En er overkomt mij een heel bijzonder gevoel als ik in deze appel bijt. Nou, wat jij zegt is echt niet overdreven. Deze appels heb ik nog nooit getroffen. Nimmer in mijn leven. Geniet er nog maar even van. Het is zo gebeurd.
Jullie kleding op de grond is al aan ons gebeurd. Pas maar met beide benen op de grond blijven staan. De angst zal jullie straks om jullie harten slaan. Gij gaat nu uw laatste schuld betalen. Ga met mij mee en ga zonder dralen. Gij gaat een andere toekomst tegemoet. Wacht nog even. Eén ogenblik, meneer de dood. Mijn laatste wens is voor God. En hopelijk zal het u lukken een appel te nemen uit deze boom. Ik vraag u slechts om één zalige appel voor mijn God te plukken. En vervuld wordt dan mijn laatste droom. Wat zal ik met u strijden? Gij gaat immers, of gij wilt of niet, toch met mij mee. En als ik tegelijkertijd de goede God kan verblijden, ach dan, is toch iedereen tevreden. Welke zal ik plukken? Welke is de mooiste? Ach, kijk hier. Deze hier, met glanzend rode wangen, die geeft de goede God veel plezier. Het zit niet goed. Wat gebeurt er? Komt de goden nog op toe? Wat zien mijn ogen? Ik zit vastgenageld, kan mij niet meer bewegen. Ben ik bedrogen? Mallo! Oh, Mallo! Wat mij hier overkomt, is allemaal jouw schuld. Jij bent een wolf in schaapkleren gehuld. Gloria, ik voel me alweer stukken beter. En ben ik even mooi aan de dood ontsnapt. Nou, wat vind je? Hoe heb ik op dat gelapt? Oh, Mallo! Je bent en blijft geweldig. Ik denk dat niemand je dit verbeteren kan. Helaas ook, je bent nu zelf een bokkie. Blijf dus maar lekker zitten, beste man. Laat mij gaan. Wij zijn niet gek. Van nu af aan heeft iedereen een eeuwig leven dat mede door Gods eigen toedoen is gegeven. Doodgaan. Daar doen we lekker niet meer aan. Prachtig gezegd, mijn Gloria. Je stem lijkt wel een Arja. Hey, we laten intussen de boom, en we beleven samen hierachter een hele andere droom. Als ik jullie vrij laat, komen jullie dan allemaal je belofte na? Jij allemaal je belofte na? Oh, stop! Niet allemaal door elkaar. Maskramer. Ik zweer aan mijn belofte. Bora, ik sprak de waarheid. Ik zeg mijn bloed voor in het vuur. God is mijn getuige. Onze huwelijksbelofte zal net zo trouw als deze zijn. Al jullie beloften klinken als dijken. Wij zullen ons ermee verrijken. Met Gods hulp laat dan nu mijn man iedereen vrij. Wij konden door de lust van anderen onze ellende in gelukkige rijkdom veranderen. Ja, u was er allemaal getuige van. Maar hun ware trouw moet nog ons hele leven duren. Anders moeten ze het bezuren. Want belofte maakt nu eenmaal schuld en door schade en schande wordt de mens nog altijd wijs. Dat was en is en blijft
tot in eeuwen der dagen de kern van het appelparadijs. Nou ja, het appelparadijs heet niet werkelijk dus zeg maar appelparadijs. Het is het esbatement van de appelboom, van de appel. Het is geschreven waarschijnlijk rond 1600, hele tijd terug en de auteur is onbekend. Het is oud Hollands, de tekst is eigenlijk onverteerbaar. Op verzoek van Herman van Elteren, die kwam er mee aan en die heeft gevraagd om dat eigenlijk te herschrijven, om door middel op zo'n manier het acte de présence te laten geven. Nou, dat is dan eigenlijk wel gelukt. Het is allemaal toch niet op originele rijm, maar er zit een hele grote rijmvorm in. En het heeft een vrijheid van tekst. En de tekst is, ja, naar mijn mening, toch wel leuk. Als je daar diep over na gaat denken, dan zit er heel veel inhoud in. Gewoon. En daar kan je toch als publiek, als je daar goed naar luistert, dan is het de moeite waard om dat eigenlijk nog een keertje te bekijken. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Want er gebeurt heel veel, enorm veel. Maar de spelers hebben het hartstikke goed gedaan. Totaliteit, we hebben het 4 jaar terug hebben we het ook gespeeld. En nu hebben we een andere, niet totale andere bezetting, maar het is toch met een andere bezetting. Er zit ook meer variatie in, de muziek is een klein beetje aangepast. Ja, het is een mooi geheel geworden, een mooi plaatje. Nou jongens, hartstikke goed gedaan. Van harte gefeliciteerd met het mooie stuk. Kun je er wat over vertellen? Ja, dat we het heel erg goed hebben gedaan, hè Kees? Ja. En de dood is alom aanwezig. Nee, wij zijn tevreden. Het publiek lacht en vond het ook leuk. Dus, voor 2,50? Voor 2,50. Het is een kopie. Zoveel cultuur. Ja. Voor minder kun je bijna niet doen. Wat vroeg ze nou? Hoe lang we hebben goed van? Nou, een paar uurtjes. We hebben het van nature, denk ik. Dus ik zag jou vanmiddag voor het eerst, maar jij deed goed, man. Wie speelde jij ook alweer? Weet ik niet, maar het is toch improvisatietoneel, dus het ging toch goed. Ja, nou, dat was aardig. Ja, nee. Het gaat voor een paar rijmwoordjes, maar voor de rest. Vanavond nog een keer doen. Vanavond, doen we nog een keer. Ja. Vond je het leuk inderdaad, Nella? Nou ja, geweldig. Ik bedoel, spelen is het mooiste wat er is. En als de mensen dat dan ook nog leuk vinden en dan met zo'n tegenspeler. Mijn man is al een beetje jaloers, want ik zoen natuurlijk een paar keer per dag met mijn manno, hè. Maar 2 keer per jaar hoor, dus het valt wel mee. Maar het is een heel leuke rol, maar het is ook een heel leuk stuk, vinden wij. En ik hoop dat het enthousiasme van ons ook over is gekomen op de zaal, want daar gaat het om. Nou, we hebben dit stuk 4 jaar geleden ook opgevoerd en toen zijn we daarmee naar België geweest, in Kokzijde. Ja. Hebben we 3 voorstellingen gedaan. In het museum, hè, was dat? Ja, in de Abdijmuseum. En toen hebben we daar ook de dodendans gedaan en die waren wild enthousiast. Ja, en toen zijn wij verder gegaan. We hebben hier in Monnikendam het ook al eerder opgevoerd in de Lutherse kerk. Nou, daar konden de mensen niet meer in toen, maar dat is... En daarom zijn we nu heel blij dat hier nu ook weer veel mensen zijn, want 4 jaar terug hebben toch veel mensen het al gezien. En teleur moeten stellen omdat het vol was. En toen hebben we in Ilpendam nog bij het Eénakte Festival. Maar we hebben een aantal nieuwe spelers die dus de poppen bedienen. Dus we hebben nu ook alweer 3 maanden geoefend. Nou, dat was nu genoeg, denk ik. Maar ja, eigenlijk het oefenen is heel erg leuk. Het had nog wel iets langer kunnen duren. Maar ik denk dat we een hele goede voorstelling hebben neergezet. Bij een aantal spelers, die waren natuurlijk ook de vorige keer erbij. Dus dan is op een gegeven moment zit de rol er redelijk in. Maar ja, het is toch weer een andere setting, andere ensenering. En je moet je ook steeds toch weer opnieuw in gaan leven. En ja, dat is gewoon zo leuk. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben van Kees Schutter alle ruimte gehad om boven bij hem bij de bakkerij te oefenen. En dat was geweldig, want dan kon je het decor laten staan. Want
Want zonder de koor kan je niet oefenen. Dat werkt niet. Nee, nou ja, ik kan er weinig aan toevoegen. We vonden het geweldig. En heel leuk dat jullie er ook waren. Hartstikke bedankt. Mag ik even nog de kleed van binnen zien? Ja? Ik vind het een heel mooi stuk, omdat het gewoon de verwevenheid van de goddelijkheid in het dagelijks leven kenmerkt. Het is gewoon zoals je als mens bent. Hey, ik bedoel, wij gaan over een hele hoop dingen niet. En er zit humor in en er zit dood, leven, alles in. Prachtig. Dus ik hoop dat u ervan geniet.